Van alle parlementsleden, inclusief uzelf, mevrouw de voorzitter, woon ik als Wilrijkenaar al jaren het allerdichtst bij die ISVAG. Ik woon er dichterbij dan ja, u, denk ik. Ik wil daarover discussiëren, want ik denk dat hij in mijn achtertuin zo wat staat. Bij mij ook. En ja, we hebben dus in het verleden, dat weet u, hinder gehad. En ik hoop dat dat verleden tijd is. Nu, Vlaams Belang Wilrijk en Antwerpen heeft altijd duidelijk geweest. Er moet constant geëvalueerd worden en ingezet worden op nieuwe technologieën om tegemoet te komen aan de strenge milieunormen en ook te zorgen voor de volksgezondheid. En als dat kan gebeuren, dan kan er een ISVAG-oven zijn tot 2027 alvast in Wilrijk, denk ik. Nu, wij hebben als Wilrijkenaren en Antwerpenaren de last gehad van die ISVAG-oven, maar wij hebben ook recht op de lusten van die ISVAG-oven. En die komen er nu aan. Er wordt volop gewerkt in Terbeekenhof aan het uitrollen van het warmtenet. Dat warmtenet zal ook warmte geven aan gezinnen in Wilrijk, aan meer ondernemingen. Zal zelfs uitgerold kunnen worden tot aan het universitair ziekenhuis en de campus al daar. En dus daar hebben wij ook recht op als Wilrijkenaren en Antwerpenaren. En dat juichen wij dan ook toe. Nu, ik betreur wel, mevrouw de minister, dat in dit dossier, een goed dossier, dat in een negatief daglicht gesteld is geweest. En ik vraag me dan dikwijls af, gaat dat hier om manipulatie van officiële documenten of gaat dat hier om pure sfeerschepperij in de negatieve zin om toch maar die ISVAG-oven richting haven te verschepen? Worden hier politieke spelletjes gespeeld? Wat is er gebeurd met die adviezen? En welke N-VA, mevrouw de minister, moet ik geloven? De N-VA, u als minister van N-VA, de Antwerpse N-VA havenschepen of dan nog de N-VA burgemeester in Aartselaar? En ik vraag u dan ook, mevrouw de minister, kan u eens duidelijkheid scheppen in dit dossier? Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, ik ga erop vertrouwen dat u het dossier zal behandelen en een beslissing neemt, wetenschappelijk onderbouwd op basis van de adviezen en, van specialisten. En wat hier moet primeren, dat is, moet heel duidelijk zijn, dat moet volksgezondheid zijn en het milieu, zowel in Wilrijk, in Antwerpen, als in het havengebied en de Ruppelstreek. Nu, volgens mij zoekt men hier, en heel specifiek de SPA, een stok om de ISVAG-hond te slaan. Want in het Antwerpse stadsbestuur is er veel gemanipuleerd, als u het mij vraagt. En mevrouw de minister, u moet zich daar absoluut niet door laten doen. Men mag niet zomaar manipuleren en van alles uitvinden in dit dossier om stemmingmakerij te doen. Dit is een belangrijk dossier. Er zijn lasten van die ISVAG-oven. Maar als die verplaatst wordt naar het havengebied, dan gaan daar, en daar is trouwens de Antwerpse gemeenteraad ook bevoegd over, en dus ook daar de meer, dan gaat het in de Antwerpse haven om mensen en gezinnen met kinderen die daar in het noorden van Antwerpen wonen. En nu gaat het over mensen die in Wilrijk wonen. Het moet sowieso voor de volksgezondheid in orde zijn. Het moet milieutechnisch aan milieunormen voldoen. En er moet gestopt worden, en zeker door de meerderheidspartijen van de Antwerpse gemeenteraad, het Antwerpse bestuur, met die stemmingmakerij omtrent die dossier. En ik hoop, mevrouw de minister, dat ik op u mag vertrouwen om een gedegen beslissing te nemen, wetenschappelijk ondersteund met de adviezen van de specialisten. Ja, mevrouw de voorzitter, als ik SPA hier bezig hoor, dan vind ik het spijtig zelfs dat er tot in dit Vlaams parlement sporen zijn van de spijtswam die in de Antwerpse coalitie zit, namelijk de ISVAG genoemd. Het is heel duidelijk, het N-VA mag niet toelaten dat er een negatieve stemmingmakerij gebeurt in een goed dossier, in een dossier dat onderbouwd kan zijn door adviezen van specialisten. En het zou natuurlijk helpen, en dat is een goede raad die ik wil meegeven aan N-VA, zowel hier in het Vlaams parlement, de Vlaamse regering, als in Antwerpen. Het zou helpen als N-VA uit één mond spreekt. Het is zelfs geen Januskop niet meer die wij voor ons hebben als we naar de N-VA kijken, maar het is ondertussen al een draak met drie hoofden geworden. Kan u alsjeblieft laten zien wie de N-VA echt is en wat het standpunt dan ook is in deze.